20 Years of Love, dat is het thema dit jaar van Dance Festival Extreme Outdoor. XO heet het in de volksmond tegenwoordig. In Best is dat. Het festival bestaat 20 jaar. Marcel Mingers, festivaldirecteur. Ja. 20 Years of Love, dat klinkt een beetje als flower power. Ja, want we zijn natuurlijk al lang bezig, maar niet tijdens de vrouwen wonen natuurlijk. Maar het is wel, we zijn sowieso altijd een beetje de hippies onder de dance geweest vroeger. En altijd met maatschappelijke thema's gewerkt en proberen. Even ook duurzaam en te kijken wat de wereld allemaal voortbrengt, te presenteren. Ik dacht dat dance juist een beetje hard was. Ja, dat klopt. Maar bij ons is het altijd mellow geweest. We waren de mellows onder de house, zeg maar. En we zijn ook altijd bezig om andere dingen te laten zien, behalve dan bijvoorbeeld theater, maar ook fashion en maar ook politieke thema's zelfs soms in maar betekent dat ook dat je een ander publiek trekt dan andere festivals? We hebben een hoog intelligent publiek, voor allemaal HBO niveau. We hebben dan een keer een onderzoek laten doen en er zijn gemiddeld HBO. Ja. Mark, jij bent trouw bezoeker, in elk geval de laatste 15 jaar, hè, zei je afgelopen tijd. Wat is er leuk aan Extreme Outdoor? Voor mensen die dat soort festivals mijden, want die zijn er ook veel. Ja, nou, ik denk wel dat Marcel de essentie raakt. Muziek is absoluut een verbindende factor. Met een redelijk progressieve programmering. Een beetje tussen mainstream en underground in. Met heel veel leuke zijstappen. Dus precies die genres die hij noemt. En daardoor word je toch wel ook een keer verrast. En ook op de andere evenementen. En de sfeer, wijdt ons eens in. Wat voor sfeer tref je daar? Het is feest op de eerste plaats. Het zijn mini-vakanties voor mensen. En mensen willen tegenwoordig niet alleen maar verrast worden door die muziek, maar ook door die aparte uitstapjes. We zien nu beelden, hè? Ja, dit is 20 jaar geleden. Oh, dit is echt het prille begin? Dit is het eerste of tweede dancefestival waar Miss Monica net draaide, die ook gestopt is ondertussen. En dat zijn mensen die onder twee keer zo oud zijn, hè? die daar ronddansen. Ja. Geniet jij er zelf ook van, Marcel? Of ben je te druk aan het werk? Ik ben vooral bezig met 300 pagina's foto's uit te zoeken. En dan ga je dus helemaal terug in de tijd. En dan zie je me met blonde haar, met rode haar, met blauwe haar, met alle kleuren haar gehad. En het is heel mooi om te zien. En dan zie ik, dan ben je nu een saaie man geworden. Ja, maar hoe simpel was het vroeger nog altijd? En hoe mensen waren zo vlug tevreden. We deden toen ook 20 feesten per jaar. En dan was het ene feest het andere. En dan hadden we weer een feest. En nu is het allemaal marketing en allemaal professioneel en alles. Maar ik mag niet meer onder de DJ-boot. De DJ zeggen nog één nummertje graag. En tot net over 11 uur, dat mag allemaal niet meer. Allemaal. Het is veel minder leuk geworden. Ja, het is veel mooier geworden. Maar het is minder stout geworden, zal ik maar zeggen. En dat willen we nog een beetje terugbrengen. Een beetje terugbrengen. Ja. Niet zo formeel allemaal. Nee, niet zo helemaal aan de regeltjes. Het mag wel een beetje meer rebellisch zijn, ja. Mark, jij hebt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het festival. Alles wat er achter de schermen ook gebeurde. Ups en downs. Ik wil eens een down horen. Een dieptepunt. Een dieptepunt is het bijna faillissement in de jaren 90. Waarop de moeder van Marcel met de moeder van de toenmalige partner van Marcel zelfs het bedrijf voor 1 gulden heeft overgenomen. Het is failliet gegaan, officieel. Het is officieel failliet gegaan. Je bent failliet gegaan. Officieel failliet gegaan. Hoe kan dat? Omdat we hadden een extreme magazine, het eerste samen met Basic Groove, sorry Frank. En was dat het eerste, een van de eerste magazines en dat ging helemaal mis, dat hadden we niet moeten doen. En we hebben een jaar 10 uitgaves uitgebracht, prachtig magazine, landelijk verspreid, maar sigarettenmerken of andere merken willen echt niet met dance geconfronteerd worden en nog adverteren, dus geen advertentieinkomsten. En alles was VOF en geen BV's. Dus de hele reutemeteut ging failliet. En dan kwamen ze een dubbeltje bij ons ophalen op de vloer. Letterlijk. En een dramatijd. Het is wat je een dieptepunt noemt. Nog een dieptepunt, Mark? Dan doen we daarna een hoogtepunt. Nou ja, in Noorwegen bijvoorbeeld, waar een extreme altijd gepioneerd heeft in de dance. En ook in het buitenland. En Noorwegen, waar op zich een heel fantastisch festival was. Maar toch door tegenwerking van politie en overheden het geen succes is geworden. Dat werkt niet. Nee. Een hoogtepunt? Of Marcel, hoogtepunten. Kijk, we hebben een heleboel leuke, kleine en grote hoogtepunten. Maar een van de hoogtepunten is dat we een van de eerste waren met een eindshow die 300 meter breed over het water getrokken wordt bij Akerbest. En ook een prachtig beeld weer gaf. En we hebben altijd wel leuke, innovatieve kleine nieuwe dingetjes gehad. Het Solar Festival is nou op zijn hoogste punt. Dat een cultureel festival met 1400 creatieven die hier en daar een platform hebben. En het hoogtepunt natuurlijk dit jaar is extreem, 20 jaar. Hè?
met alle DJ's van het eerste uur, dus mensen die dus geweest zijn op de eerste edities, al die DJ's, die zul je zeer waarschijnlijk op het festival zien. 11 juli hebben we het alle DJ's die geweest zijn ooit? Alle DJ's die zeg maar het eerste uur begonnen zijn bij Extreme, de eerste twee jaar. Die geven het, en dat zijn en jij verheugt je daar enorm op. Dat is geweldig. En we hebben ook een VIP gedeeld. We hebben aan alle travestieten gaan ook te laten terugkomen. Ik ben alleen maar speurwerk doen om die mensen zeg maar of net of niet uit de kist te halen, maar gewoon uit het buurtkroegje om op te halen. Om te zeggen van, hey, kom je nog eens een keer langs en doe je nog eens een keer hetzelfde kunstje. Dat wordt een geweldig. Er komt ook echt zo'n podium waar je mooie foto's kunt maken met een rode loper en dat wordt helemaal uit verband getrokken en met een knipoog dan neer. Gezet. En als je binnenkomt, krijg je meteen zo'n 20 years of love podium. Nou, we moeten allemaal naartoe. Ja, dat moet allemaal naartoe. 11 juli is het. En wanneer komt dat boek dan, Mark? 12 juni wordt de release, dus een maandje ervoor. Een paar weken voor, ja, precies. Ja. En, titel al bekend? 20 years of love. Oh, natuurlijk. Extrema 20 years of love.